Ik zou gewoon zeggen, it's your boy Brett, we beginnen de vlog. Wat? Het is je boy wie? Brett je raketje. Brett je raketje. Ja, maar die jongens... We beginnen de vlog met even een vraagje. Ja, maar die jongens willen toch gewoon de vlog zien? Goed jong. Het is je boy. Brett raket. Oh, wacht even. Ja, en ik moet hem iedere keer schoonmaken. Samen met... Hij is nog steeds smerig, man. Nee, hier, dat is goed. Dat doe je altijd. En ik mag poetsen. Hoe ga jij met mijn spullen om? Ja, nou is hij goed. Samen met... Jochen de Big Boss. Wij hebben een vraagje aan jullie. Wat voor soort vlogs willen jullie graag zien van ons? We hebben nou verschillende soort vlogs. We hebben de weekvlogs, we hebben battles. We hebben nog meer voor soort vlogs? We hebben heel veel achter de schermen. Dus als we bijvoorbeeld, weet ik veel, een trampoline vervangen of dat soort dingen. Of meer on-tour. Of willen jullie meer spelletjes zoals verstoppertje, kat en muis of wat voor gekke dingen we hebben gedaan? Oh, verstoppertje zit in deze video. Dus meer van dit soort video's. Dus laat even een reactie achter wat voor soort vlogs jullie het leukst van ons zien. Of willen jullie juist heel veel tricks zien of gekke dingen van mij vooral? Ik stem voor die laatste. Ja, kunnen we nou door naar de vlog? Ja. Oké, okay, hier komt de vlog. Maar dan horen ze nog een keer. Oh, het is je boy Brett Raket. Ja, nou, boeien. Het is je boy Brett Raket, okay. Samen met... Nou, komt hij aan dan. 1, 2, 3. Het is je boy Brett Raket samen met... Jochen de Big Boss. En... En wat gaan we vandaag doen? Verstoppertje spelen. En ik ga Brett in maken. Ja, wij gaan tegen elkaar verstoppertje spelen. Nou gaan we niet voor elkaar verstoppen. We hebben daar een hele hoop gezellige mensen voor uitgenodigd. Zeg even hallo. Hallo. Jullie gaan verstoppen. Oké. En wij moeten jullie gaan zoeken. Degene die de meeste vindt, die wint. Dat ben ik. Te makkelijk. Zijn jullie er klaar voor? Wie weet een mooie plekje? Ik. Vertel eens. Nee. Goed verstoppen. Ja. Hoi. Achteraf kunnen we. Zie je het omhoog? Nee, dat zie je niet. Als je gewoon goed bukt, dan zet ik je ding omhoog. Oké, gewoon blijf staan. Dat is 1. En dat is 2. Zo, dat was. En dat is 3. 3 punten. Ja, ik heb eens gewonnen. Nou. Ja, weer eentje. En nog één keer. En dat is 4. En dat is 5. Dat is een goede plek. Ja! Het kan allemaal schok. En daar verder zit niemand, denk ik. En dat is 6. Wel goed verstopt, want die had ik bijna over het hoofd gezien. Hey, dit was nou het beste verstopplekje wat ik altijd heb. Nou ja, helemaal niemand. Dat heeft hij ook in die rook gestopt. Het wordt moeilijk. Ja, kom er maar onderuit. Het was heel mooi. Ja, hier mocht je niet verstoppen. Nee, er zit ook niemand onder. Jochen, hoeveel heb jij er al? Hier ligt er nog eentje. Oh. Ja, die heb ik. Maar jongen, niet voor mij, hè?
Ja, hier nog eentje. Hoeveel heb jij er al? Ik weet het niet. Ik heb er zoveel, ik heb het tel kwijt. Oh, dat is wel handig. Hoeveel moeten we er nog? Welke kant is het bed en welke kant is het bed? Zo, je ziet eruit. Ja, ik lach omdat ik er ben. Ja, kom er wel eruit. Kom daar niet voor. Ja, ja. Nee. Ze pakken niet onze plekjes. We gaan naar de andere kant. Daar moet niet zo vaak een stoel zijn. Ja, er zit er eentje achter de blok. Ja, hebben. Ik heb hier allemaal nog niet gezocht. Weet ik veel. We zoeken Jess. Jess. Jess, jongen, ik kom jou pakken, man. Ik kom jou pakken. Ja, Jess, je kan overal in zijn stoppen. Wat is dit nou weer? Hey, maar Jess kan bijvoorbeeld ook hier tussen liggen. Nee. Jess ga je niet vinden. We zijn Jess kwijt. Jess! Waarom is Jochen altijd voor mij? Ah, laat. Ik weet het al! Ja, hebben. Oh, Brett, ik ga je inmaken, vriend. Hoe kan dit nou weer? Maak een yes naar je. Wacht, ik heb een idee. Dit werkt altijd bij de kat van mijn vriendin. Ik weet niet, jij gaat lopen. Wie zit hier onder? Kom onder. Yes! Jess, ik heb chips voor je. Suus. Suus en Jess nog. Nou. Ik weet allemaal waar ze zitten, maar je mag het lekker niet weten. Suus. Ik heb chips voor je. Ja. Voor 5 euro vertel ik waar Jess is. Pico, 5 euro, waar zit hij? Bij Gymnastic. Onder die staattafels, kijk die hoes uit. Ja, weet je wat ik nou zo. Ik heb echt zo'n idee van. Oh jee, nee, ja, rot op. Yes, ik heb chips voor jullie. Ja, gevonden! Wow! Yes! Hey! Weg. Alleen zus nog volgens mij, hè? Gevonden, kan die eruit komen? Nee, ik wacht eens. Hey, Jess! Ja, kom er maar onderuit! Super zuur! Brette! Hey! Brette probeert te lokken met chips! Brette, ga je het wel op? Groene opleiding, kun je heel even een bezem pakken? Hey! Ja, we missen super zuur! Ik weet waar zuur zit, maar je mag het lekker niet weten! Hoeveel geld wil je hebben? 50 euro als je zegt wat Suus is. Hé, maar Suus is wel 50 punten waard, hè? Ja, dat komt omdat je achter staat. Ik vind echt niks hoor. Oh, dat is al verdacht. Niks hier hoor. Hebben we Jamie al? Ja. Wat zeg jij? Wat ik zeg? Nee. Nee. Ja, we hebben het aan jou, Nico.
door, maak weer een party. Potverdorie. Zit ik warm? Ja, nee. Ja, nee, ja. Nee! Ik vind het moeilijk, Nico. Ja. Heb je nog? Nee. Jimmy? Nee. Oh, Jimmy moeten we ook nog. Jimmy en Suus. Ja, super Suus. Oh, wat zat jij goed verstopt. Wat zat jij goed verstopt. Zit Jimmy in de kast? Nee, daar zit hij niet. Waar zit hij dan? Weet ik veel. Ja, jongen, we hebben het aan jullie. Hé, wat kan een mannetje zijn? Naakje. Kan ik jou omkopen? Nee. Weet je waar die zit? Ja! Nee, kom eens hier. Nee. Wil jij die helemaal trots op je? Nee. Heb je hem? Wat is dit? Zit hij niet hier? Jullie geven op. Ja, wij geven op. We geven op. Dan maar zien. Kom maar zien. Wij kijken jongens. Dit is jongens. Nee! Dus volg je een verstoppertje, dames? Nee, ja, maar zo zit hoor. Dank waar zit Jamie? Jamie, waar zit je? Wat? Ik hallo, beste! Ah, ik heb een keetje! Ik heb een keetje! Ja, dat is een keetje! Ja! Jullie zaten recht op mij! Ik heb daar echt twee keer gekeken! Als ik zag je gezichtje. We gaan nog een potje doen! Wij gaan weg, jullie mogen weer stoppen. Okay. Over 3 minuten komen Brett en ik. Die kinderen die denken nou echt dat wij hun gaan zoeken voor de tweede keer. Maar wat gaan wij lekker doen, Brett? Bier drinken. We gaan even een biertje drinken bij Van Daal, of niet? Ja. Hoi. Stel je even voor. Ik ben Bob Michielsen. En wat hebben jullie thuis? Wij hebben thuis een eigen bakkerij. En hoe heet die? Bakkerij Michielsen Teniers, Dorpstraat 44. In? Antwerpen, België. En dus jij weet waar ik van hou? Hij houdt vooral van appeltaart, maar hij kent geen appelcake. Dus daarom... Oeh. Heb ik voor hem een klein cadeautje meegenomen? Wauw. Hey, voilà. Omdat ik mijn favoriete trampolinepark is en ik kom hier om de 3 maanden, dacht ik... Daar heb ik wel zin in. Dan moeten we denk ik een mes pakken, hè? Ja. Zullen we dan na het springen even een puntje eten? Ja. Bedankt maatje. Dus waar dit wordt smullen. Hatsiflatsi. Lekker cakeje. Alleen Brett mag je niks. Mag ik met mijn hand eten? Mag Brett niks? Brett mag niks, want hij werkt nooit. Oh. Ik moet hem gelijk proeven hoor. Lekker. Typisch smile. Lekker jongen.